we staan hier bij Schitterend Almelo. En dat is het kunstwerk wat bestaat uit 50 vierkante meter als je het optelt van eilandjes. En die eilandjes die zijn gemaakt van gerecycled materiaal, van blikjes en oude pallets. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat zij samen een soort groter beeld geven en een prachtige schittering. En dat we op die manier een mozaïek van onze stad tot stand komt. Dat we de verbinding laten zien van alles komt mooi samen. Toen Schitterend Almelo bedacht werd, toen was het duidelijk dat er ook een educatieve poot aan moest zijn. Waardoor je zowel kunstenaars in de dorp, of creativiteit in de dorp, en kunstwerken die door een kunstenaar gemaakt zijn, kunt combineren. En door workshops te geven, is het heel duidelijk te maken dat er heel veel gebeuren moet voordat het een kunstwerk wordt. En nou, het is fantastisch dat de torentjes die al zo lang bij de gemeente opgeslagen stonden, nu ook weer hergebruikt kunnen worden. Het zijn een prachtig symbool van onze stad. En het geeft een fantastische expositieruimte en mogelijkheid om kinderen te laten zien hoe je kan exposeren.